Vandaag zorgen voedselveiligheidsvoorschriften ervoor dat voedsel dat bewerkt is, bijvoorbeeld in broodjes, niet meer hergebruikt kan worden of niet uitgedeeld kan worden aan mensen die geen eten hebben, zoals arme mensen. Dus ik wil die voedselveiligheidsvoorschriften openbreken, die tegen het licht houden en kijken hoe we ze kunnen verzoenen met minder voedselverspilling. Aan de andere kant moeten we het ook concreet maken. Dus ik denk dat het nuttig en nodig is om wijken of een groep mensen in een soort testproject, in een spel te stoppen en hen tips en trucjes aan te leren hoe dat zij hun eigen voedselverspilling kunnen tegengaan. Wanneer mensen merken hoeveel ze voor hun portefeuille besparen en ook het klimaat kunnen besparen, denk ik dat iedereen snel zal volgen. Onder het motto Practice What You Preach gaan wij ook thuis aan de slag met voedselverspilling. Wij kopen veel in buurtwinkels, minder in de supermarkten, waardoor we de juiste porties kunnen aankopen die we voor de dag nodig hebben. Ook de koelkast even opentrekken en kijken wat er nog is, alvorens een volledig nieuw menu te kopen, helpt ons enorm.